Hij is niet inderdaad incidentally. Het is ook een witte radio DJ. Er zat een heel duidelijke racistische en ook homofobe component aan die anti-disco-beweging. Ja, want disco, de bedoeling van disco. Ik ga het even aan de anderen vragen. Wie kan van jullie kan me vertellen, want jullie staan in deze voorstelling, jullie hebben vast je ingeleefd. En wie kan me vertellen waar de disco in jullie beleving voor staat? En voor stond? Ja, voor mij gaat het om fun hebben, plezier, genieten van wie je bent met elkaar. De club zien. Het is alsof in de nacht lijkt het alsof je toch een ander persoon bent en alsof er meer vrijheid is en dat het oké is om te zijn wie je bent. Dus disco straalt voor mij dat uit en ik vind dat het zo geniaal is hoe elk disco nummer ook die overeenkomsten hebben met elkaar. Dus hoe het in elkaar is gezet, de lagen, de stemmen, hoe ze zingen, maar ook de message die erin zit. En in die tijd natuurlijk met de protesten en al die dingen, dus wist iedereen ook wat die lagen waren. Want nu heb je ook disco muziek, maar het is niet voor iedereen duidelijk waar disco vandaan komt of wat de geschiedenis achter is. Dus door middel van dit stuk en hoe we gewerkt hebben, ben ik daar ook mee te weten te komen. Maar het heeft heel veel aan ons laten zien en uitgelegd. Wat?